Welkom op mijn YouTube-kanaal voor kappers. Mijn naam is Wolfgang Pepmeijer, ik ben hoofdredacteur bij Tophair en trainer en partner bij Jump Management voor kappers. En dit is mijn 128ste vlog op zondag. En deze keer gaat het over geef geen kortingen. En hoe kom ik op het thema? Dat heeft te maken met de verleden week. Toen had ik het over de behandeling en het product van de maand. En ik had je geadviseerd, als je dus acties wil doen, doe dat dan in combinatie met een behandeling van de maand en een product van de maand. En dan maak je daar een voordeelmenu van. Kijk maar naar McDonald's, die doen dat ook. En dan kun je dat menu samen met het product voordeliger weggeven. Maar noem het niet een kortingsmenu, want het is ook een gekke naam. Bij McDonald's koop je ook geen kortingsmenu, je koopt een voordeel. En zo zouden wij dat ook doen. Maar kijk dan even, als je wil weten hoe het functioneert, zondagvlog van verleden week. Waar ik nu op in wil gaan is over korting. Want als je een voordeelmenu geeft, dan geef je een soort korting weg. Je noemt het voordeel. Maar die korting, of dat voordeel wat je geeft, dat geef je niet op je behandeling, maar dat komt van het product. Want koop de producten op dat moment voor die maand goedkoper in. En dan kun je daar het voordeel geven. En mijn filosofie is, geef nooit en te nimmer kortingen op je behandeling. Want behandelingen, dat is je uurloon. En als je daar korting geeft, de meeste kappers hebben namelijk al veel te lage behandelprijs, veel te lage tarieven, veel te lage uurlonen. En als je daar ook nog een korting op geeft, dan ben je niet echt goed bezig. Ten eerste is het voor je imago nooit goed als je op je behandelingen een korting geeft. En wat doe je dan eigenlijk? Je maakt je behandelingen waardeloos. Korting op behandeling is de behandeling waardeloos. En ik weet, sommige zelfstandige kappers zijn al zo ver dat ze met niets anders meer kunnen concurreren dan met kortingen op hun uurloon. Maar dan ben je al in de laatste fase van je bedrijf terecht te komen als je dat soort paniekvoetbal moet spelen. En als je dan per se op een behandeling korting wilt geven, als je denkt, ja, ik wil het toch een keer doen, dan kan het bijvoorbeeld, kan ik me nog voorstellen, zeg maar je hebt 10-jarig jubileum en je wilt het jubileum vieren. Vier het jubileum niet door je producten 10% waardelozer te maken. Dus geef dan geen korting om je jubileum te vieren. Geef dan een voordeel. Wat is nou leuker? Ik maak mijn product 10% waardelozer of ik geef je deze maand geef ik je een voordeel van 10%. Omdat we jubileum hebben. Het is ook het woordgebruik wat je kiest. Het is, je kunt je verlagen. Je kunt ook zeggen, ik geef je iets. Maar als je mij vraagt, verzin iets anders. Verzin iets creatievers. We zijn creatieve, kappers zijn creatieve mensen. Zeggen ze in elk geval altijd. Dan kun je ook creatievere dingen verzinnen dan een korting geven. Want dat is echt fantasieloos. Kijk, als je dat op producten geeft, dan kan dat, hè? Want producten, je koopt bijvoorbeeld 100 shampoos in en je krijgt van je toeleverancier 10 shampoos gratis erbij. Je hebt 10% korting gekregen. En die korting kun je natuurlijk verder geven aan je klanten. Zeg dat dan ook. Ik heb goed ingekocht, voordelig ingekocht, dus dat geef ik dan verder. Maar ook daar zou ik in een kapsalon altijd spreken van, ik geef je 10% voordeel op dit product. Want zeg jezelf, wat klinkt dan beter? Korting of voordeel? Korting is echt goedkoop. Een goedkoop woord is het. En een voordeel is een leuk gebaar. Je weet dat ik in kapsalons kom en daar teamtraining geef. En soms doe ik met de medewerkers een brainstorm over marketingactiviteiten. En dan gaan we met z'n allen overleggen. Je kent zo'n brainstorm. En dan is het thema marketing. Wat voor marketingacties kunnen we bedenken om onze zaak te activeren? En geheid. Ik geef het je schriftelijk met 3 handtekeningen. Medewerkers, het eerste wat ze kunnen verzinnen is,
wij doen een maand met 10-15% korting op de kleur of het knippen. Na die brainstorming, wat daarvoor, daartussen mag je niet praten, ik ook niet. Daarna gaan we dan kijken van wat heb je allemaal verzonnen en dan kom ik op die korting. Oké, jij geeft dus deze maand 15% korting. Dan zeg ik, waar je nu voor kiest is dat je je behandeling 10-15% waardelozer maakt, korting. Maar iemand moet dan ook nog die korting betalen. Dus ik ga ervan uit, als je dat soort onzin verzint, dat jij volgende maand niet erg vindt als je 10-15% korting op je uurloon krijgt. En dan kijken ze naar me, zoals je naar een kapotte auto kijkt. Gaat het kopje zo'n beetje schuin? Dan meen je niet dat op mijn loon 10-15% korting, dat kan niet waar zijn. Ja, het is waar, want dat is jouw idee. Jij wil 15% korting op jouw behandeling geven. Dat is dat wat je daar doet. En daarvoor word je toch betaald. Dus als je dan niet 10-15% korting op je uurloon, dan weet ik het ook niet. Of je schuift het door naar de ondernemer. Kijk, als een ondernemer zoiets vreselijks verzint als 10-15% korting op zijn behandeling, dan vind ik het niet erg dat die ondernemer daar ook voor moet leiden. Dan zijn er natuurlijk kappers die zeggen, ja, mijn collega concurreert met de prijs. En dan is mijn vraag altijd, kun jij dan niet met kwaliteit concurreren? Als je niet helemaal zeker bent of de kwaliteit die jij levert ook echt kwaliteit is, en je hebt twijfels, ja, dan zal je wel moeten, dan moet je met de prijs vandaag. Maar dat is toch het allerlaatste wat je doet. Dus beste mensen, de tip die ik jullie nu wil geven is, geef nooit kortingen op behandelingen, tenzij dat je het nodig hebt, omdat je kwaliteit onder de maat is. Kortingen op producten, ja, hè, dat zie je ook in de modehuizen, in de boutiques, als het seizoen voorbij is en ze hebben nog wat hangen, wat weg moet, want de nieuwe collectie komt eraan, dan geven zij uiteraard korting op die producten die nog in de winkel hangen. Dat is dan ook logisch, dat kun je ook verklaren, want die moeten de deur uit, want de nieuwe spullen moeten er al in. Dus die werken gewoon met kortingen. In supermarkten ook, daar staan producten. En als zij in grote hoeveelheden een product hebben ingekocht, dan kunnen ze een korting opgeven. En supermarkten gaan ook soms, die hebben een mengcalculatie. Die gaan sommige producten, gaan ze niks op verdienen. Daar halen ze de mensen mee naar binnen. En vervolgens kopen die mensen die andere duurdere producten. Dus een supermarkt die dat doet, die doen dat met beleid. En daar zit een filosofie achter. Je echt zeker van jezelf bent. Mijn kwaliteit is goed. En als je dat ook bijhoudt, en als dat niet alleen een frase is, maar dat je dat ook echt meent en kunt garanderen en je werkt aan je kwaliteit, zou het gek zijn als je daar korting op geeft. Dat kan helemaal niet. Beste mensen, dat was het weer voor vandaag. Ik wens je volgende week heel veel wijsheid. Denk over dit thema na en wij zien elkaar volgende week zondag. Dag.